twee charmante dames aan tafel. Anneke van Wurmond en Marianne Bergwerf, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, jullie niet de eerste gast, wel de eerste van vanmiddag. Dat is ook altijd leuk, ook weer een eer. Van Team Mat, van Dans Fitnesscentrum Schiedam onder andere. Een Team Mat die organiseert van alles voor de Kika. Ja. En jij bent een van de oprichters. Ja. Vanwege je kleinzoon destijds, waar het gelukkig weer goed mee gaat. Gaat heel goed met het Mat. Ja. En binnenkort weer een leuk ding. Wat gaan jullie organiseren? Ja. Zumba voor Kika. Ja. Ja, volgende week, aanstaande zondag. En dat is eigenlijk bijna een hele middag Zumba doen. Zumba dansen, Zumba swingen, rocken, feesten. En de opbrengst gaat helemaal naar Kika. Ja. Ja. Zumba de hele middag, dat is toch niet vol te houden voor een mens? Er zitten de rustpauzes bij. Er zitten kleine rustpauzes in. Gelukkig. Ja, en het is vol te houden, dat zeker wel. Want het is gewoon superleuk en alles is goed opgebouwd. We werken met professionele instructeurs die ook allemaal hun eigen tijd doneren. En je wordt meegenomen door de energie. Het is zo leuk, je voelt je spierpijn niet, joh. Dat is allemaal voor achteraf. Komt een dag later pas. Ja. Ja, daarom. Het is bij Dance Fitness Centrum Schiedam, die zit... Waar kunnen we die vinden? Admiraal Tromstraat, 21, ja. Ja. En daar hebben we een heel mooi pand. En een hele mooie groepslessaal. Ja. En er zit een bar. Dus, ook nog, dus als je even pauze hebt, kan je wat te drinken halen. Je kan even wat te drinken halen, ja. En het is voor Kika, dus je kan je wel inschrijven en opgeven. Maar het is niet gratis, want er moet geld opgehaald worden. Klopt, ja. Zijn er nog veel plaatsen? Er zijn nog plaatsen, okay. Inderdaad. Het is, we hebben de ervaring dat het in de laatste week ineens heel hard kan gaan. Van, oh ja, ik wil nog 5 kaarten. En dat, dus als je nog mee wilt doen, wees er snel bij. En het is super, het is echt super gaaf. Ja, het is niet de eerste keer dat jullie het doen. Klopt. We zijn ermee begonnen, ik denk 3 jaar geleden. Vierde keer wordt dit inderdaad. Het is ooit begonnen omdat we... Team Met is eigenlijk een hardloopteam. Mm-hmm. En die doet elk jaar mee met de run voor Kika. En toen hadden wij het idee van... ik denk dat wij... We dachten van, we kunnen wel meer doen. En toen is eigenlijk het Zumba-evenement op onze sportschool is ontstaan. Dat zijn we toen heel klein georganiseerd. En elk jaar werd het eigenlijk steeds een beetje groter. Elk jaar kwamen er steeds meer bij. Er kwamen sponsors bij. En er kwamen mensen van buitenaf bij. Er kwamen flyers, er kwamen filmpjes. Het werd zo groot en gaaf. En ja, super tof natuurlijk. Nee. Inmiddels zijn er ook andere dingen. Ja. Een boksgala. 3 juni. Okay. Voor degenen die iets minder houden van dansen, kan je boksen. Voetbal is er. Voetbal is het al geweest. Ja, en zondag hebben we een fietstocht door Rotterdam. Is ook georganiseerd door ons. Het is echt super om zulke dingen te organiseren. Ik weet dat er ooit nog eens iets was voor knippen voor Mat of zoiets. Ja, dat is in juni gaat het weer gebeuren. Dat is dan in Rotterdam. Dan gaat mijn dochter, die heeft een kapperszaak daar, die gaat dan knippen en een gedeelte van de opbrengst, dat start je ook naar Met. Ja. Ja. Als ik die straatnaam hoor, dan moet ik altijd aan de Harry Potter films denken, want het is de keer weer. De keer weer, ja, dat klopt. Ja, dat is een beetje een Harry Potter-achtig straatnaampje. Ja, ja. Ja. Ja, 3 jaar geleden begonnen met Team Mat. Ja. Toen deden jullie alleen nog maar hardlopen? Toen deden we alleen nog maar hardlopen. Met een heel klein team, denk ik, zoals je begint. Ja, ik begon in mijn eentje. Toen was ik helemaal alleen. Dat niet leuk hardlopen. Nee, maar hier lopen natuurlijk wel heel veel mensen. Ja, maar het team bestond toen uit 1 persoon. Ja. Dat is eigenlijk na de hand is dat gaan groeien. En ja, dus nu hebben we 20 mensen. En er komen er nog een paar bij. Dus we kunnen ook nog mensen inschrijven als ze dat willen. Dan kunnen ze meelopen. Of kinderen kunnen meelopen. Ja, een kidsteam. Dus, kidsteam hebben we ook. Met. Ja. Ja. We hebben 5 kinderen in het team zitten. Ja, want waar je mee begonnen bent, dat doe je ook dit jaar nog. Hè? De Kika Run. Ja, daar. Dat is ons einddoel, de Kika Run. Ja. Weet je ongeveer hoeveel geld jullie in totaal al bij elkaar hebben geschaald voor Kika? In totaal? Ja. Oh, in totaal? Ja, ik denk toch wel. In totaal? Alle jaren bij elkaar. Oh, ja. Wow. Ik denk wel 40.000 euro. Want dan heb je, waar ik net zei, want dat moet je toch wel een aardig bedrag. Ja. En als je het dan nu, want je had het bedrag voor nu, had je bij de hand staan? Ja, dat heb ik bij de hand. Daar komt natuurlijk nog heel veel bij. Het volwassen team heeft op dit moment 4.500 euro. En het kidsteam, die maar uit 5 kinderen bestaat, heeft tot 3.500 euro. Oké. Dus we zijn ontzettend trots op die kinderen. Ja, ja.
En die kinderen die doen cupcakes bakken en dat soort dingen? Cupcakes, statiegeld ophalen. Ja. Ze gaan een kinderbingo op school organiseren. Het is echt, die kinderen zijn zoveel energie. Want kinderen die voelen heel goed aan als een kindje ziek is. Dat willen ze niet. Dus ze willen dat die kindjes beter worden. En daar doen ze echt heel veel voor. Ja. Nou hebben jullie natuurlijk, behalve de mensen die gewoon even eenmalig meedoen met Zumba dansen of die meegaan met fietsen, vast ook wel mensen die jullie een warm hart toedragen die echt vaste sponsors zijn. Ja, die hebben we ook. Dat is de sportschool de een van, DFC. Ja. Mag ik er een paar opnoemen? Noem er eens, voor mij wel. Het Bokschala dan. De HIT, de buurtvrouw, die sponsort elk jaar de ruimte. Oké. Okay. Daar kunnen we daar gebruik van maken en dan kunnen we HIT organiseren. Nou, BZC, dat is een voetbalvereniging waar mijn broertje trainer is. Daar organiseert ze elk Pasen een voetballen evenement. En dat was ook de opbrengst €1.750. Dus het gaat echt wel goed. En dan komt nu de Health Club 17 erbij. En die doet dan het Bokschala organiseren. Ja. Jullie organiseren wel vaker dit soort dingen? Ja. Ja. En het blijft gewoon mooi om te zien hoe enthousiast jullie daarin anticiperen. En wat jullie daarvoor beschikking stellen. Ja. Want nog één keer gewoon, het Zumba dansen is er. Ja. Dat is volgende week? Nee. Volgende week zondag. Oh ja, volgende week zondag. 28e vanaf 12 uur tot ongeveer 4:30. Het ligt er maar net aan hoe gezellig het wordt. Dat je er blijft hangen. Ja. Nou, iedereen, want de bar is open. Ja. Daar hadden we het nog niet over gehad. Yes. Want het kost gewoon een kaartje kopen. Hoe duur is het om mee te mogen doen? €15. Oké. Okay. Ja. En dan ben je gewoon lekker aan het dansen, swingen, zweten voor een goed doel. Juist. Dan heb je dus een afgetraind lijf als je klaar bent en het goede gevoel dat je iets gesteund hebt. Inderdaad, ja. Het is gewoon, je steunt Kika. Je steunt onderzoek naar kinderkanker. En als je daarvoor in de plaats terugkrijgt, eigenlijk gewoon een hele leuke sportmiddag. Ja. Met heel veel leuke mensen, hele leuke energie. En ja, dat is een win-win situatie. Ik bedoel, waarom zou ik het niet doen? Volgende keer gewoon weer een kleine demonstratie op het podium. Zeker. Leuk. Ja, en Timo, je zei het al, veel meer dingen als alleen maar de Kika-run. Ja. Je blijft er voorlopig nog wel even in doorgaan? Zolang ik nog hard kan lopen, blijf ik erin doorgaan. Ja. Dan blijf ik het steunen. En ook als het met 100% beter is, dan blijf ik het ook gewoon doen. Ja. Want er zijn heel veel kindjes. Het zit natuurlijk niet alleen met die ziektes. Nee, dat is het vaak. Hè? Doordat je het dichtbij meemaakt, ga je het veel meer ervaren wat het is. Ja, dat is ook zo. Ja. Dat was voor ons eigenlijk ook als sportschool. Dat je traint natuurlijk bij ons. Ja, we hoefden er geen twee keer over na te denken. Om te denken van oké, hier moeten we iets voor doen. En wij kunnen dit. Wij hebben de mogelijkheden. Wij hebben de instructeurs. We hebben de zaal. We gaan dit gewoon doen. Klaar. Dan denk je niet twee keer nog over na. Ja. Dat ga je gewoon doen. Maar je moet ook de instelling hebben om het te willen doen. Ja, maar dat heb je dan wel weer als je een groot en warm hart hebt. Ja, dat heb je wel nodig. Die mensen heb je nodig, zonder vrijwilligers. Want zonder een helpende handjes kom je er gewoon niet. Nee. Want nu hebben we eerst de Kika. Wat is dan het dansen voor, het Zumba dansen? Wat is het volgende wat jullie gaan doen? Ja, we gaan morgen dan fietsen. Oh ja, morgen gaan we fietsen. Morgen gaan we fietsen en dan volgende week zondag dan de Zumba. En dan op 3 juni is het Bokschala. Ja. Daar zijn ook nog tickets voor te koop. En die zijn €30. Om te komen kijken of om mee te vechten? Nee, om te komen kijken. Ja. Oké. Okay. Nee, misschien kan je ook gelijk wel even. Dat kan misschien ook wel. Misschien een demonstratie geven, is wel leuk. Voor een goed doel laat ik me even vertimmeren. Even de boel verbouwen. Ja, zoiets. En de Kika Run, wanneer is die? Die is, de laatste zondag van juni. Ja, volgens mij is het 28 juni of 26 juni. In Rotterdam, hè? In Rotterdam is dat. En nemen jullie dan even pauze of blijven jullie gewoon maar constant het hele jaar doorgaan met allerlei dingen organiseren? Nee, als dat de run afgelopen is, dan hebben we pauze. Tot volgend jaar januari, want dan begin ik gewoon weer. Dan krijg ik inschrijvingsformulieren en dan gaan we gewoon weer beginnen. Ja. Je hebt wel een leuk team, je zegt team wat, een leuk team om je heen verzamelt die alle dingen organiseert. Ja. En dat je het niet meer allemaal alleen hoeft te doen. We hoeven het niet alleen te doen en we doen het echt onder elkaar. Er zijn ook heel veel mensen die koekjes bakken, cakejes bakken voor de high tea. En ja, het is echt een geweldig, het lijkt wel één grote familie. Ja. En dat is het dus het verbindt niet, maar natuurlijk ook wel een beetje. Ja, nou zo voelt het ook. Ja. Omdat je allemaal voor hetzelfde doel gaat. En het is gewoon belangrijk, denk ik, dat mensen erbij stilstaan
wat er kan gebeuren als je kindje ziek wordt. Ja. Want dat is heel zwaar, ook voor de ouders en ook voor de rest van de familie. Ja, je wil allemaal dat ze gezond en gelukkig en speels opgroeien, maar dat is niet altijd zo. Nee, dat is niet altijd zo. Het is geen garantie. Nee. Je probeert je kind overal voor te beschermen, kniebeschermers, hoofdbeschermers. En daar kan je ze niet tegen waken. Nee. Dat gebeurt gewoon. Ook. Mensen die geïnteresseerd zijn, die op een of andere manier willen steunen of iets willen doen, hoe kunnen die informatie vinden? Dat kan op www.teammet.nl. We hebben zelf een website, dat heeft Eva Winkelman heeft dat opgezet. En daar kan je echt alles op vinden. Ja. En Team Met is met dubbel T. Met dubbel T, ja. M-A-T-T, ja. En mensen die denken, ik wil Zumba dansen, maar ik wil ook andere dingen. Nou, jullie hebben vast ook wel een website waar ze wat informatie over de sportschool kunnen vinden. Ja, sowieso www.dfcschiedam.nl. Dat is de website van de sportclub, daar is informatie op te vinden. We hebben een Facebookpagina, daar is ook informatie op te vinden. En be there! Ja, ik wou zeggen, hij is niet zo groot, het is leuk en het is gezellig. En, het is inderdaad heel leuk, het is heel gezellig, het is een hele goede vibe. Je gaat zeker weten vrolijk terug en gewoon doen. Ja, vind ik ook. De hele leuke instructeurs die zich echt voor de 120% gaan inzetten. En niet alleen Zumba dansen, er zijn ook demonstraties zijn er. En ik ga er onder andere staan met een slow juicer die hele lekkere gezonde healthy stapjes gaat maken. En dat wordt ook gedoneerd. En voor een eurotje kan je een soort shot krijgen, zeg maar. Wat je normaal bij een discotheek ook kan krijgen, alleen zonder de alcohol. En ook dat wordt gedoneerd aan Kika. Dus het zijn allemaal kleine dingetjes wat er op die dag gebeurt. Super gezellig. En prachtig, mag niet missen. Prachtige initiatieven. Juist. Die gewoon alle steun van iedereen nodig hebben en gewoon gesteund moeten worden. Ja. Dank jullie. Heel veel succes. Dankjewel. Jij komt de volgende keer demonstreren met het Zumba dansen. Zeker weten. En wij spreken elkaar. Mag ik nog even de... U mag nog. Ja, degene voor die de goodie bags ook vullen. Want die krijg je ook nog voor die 15 euro. Je krijgt ook nog een goodie bag. Ja. Het is zo'n lijstje opnoemen wat er ook nog allemaal is. Ja, een loterij. 10 loten voor 5 euro. Dat is natuurlijk ook niet zo duur. Maar dan wil ik graag bedanken Albert Heijn, Bram Ladage, DFC Schiedam, Horsman Vince, Johnny Doedel van de Chocola, Kino Bioscoop, Roze Barometers, Sizzling Crackers, Zwembad Zuid, Zwembad Groenoord en 21 Pinchers in Rotterdam. Dat zijn die hebben allemaal gezorgd dat het mogelijk is. En alle inspanning van alle vrijwilligers daarbij. Nou, zeker. Ook hartstikke bedankt. Ja, graag. Jullie nogmaals bedankt. Dankjewel. Heel veel succes. Ja, jullie ook bedankt.